bij deze twee paashazen, die springen nu heel hoog. Nee, niet jullie twee paashazen, deze twee paashazen. Ja, kijk dan. Dat is het veld voor de 4- en 5-jarigen. Met de twee paashazen op het veld voor de 6- en 7-jarigen. Die springen nu. Dat is het veld voor de 6- en 7-jarigen. De paashazen hebben daar allebei op elk veld 70 eieren verstopt. En de eieren zijn 67 keer geel van kleur. Maar let op, er zijn ook 3 prijseieren, wedstrijdeieren. En die zijn zilver van kleur. Nou hebben de paashazen alle mandjes. Als je een geel ei hebt, breng je die naar de paashaas. Maar heb je een zilveren ei, dan breng je die naar de tafel hier bij Wendy of daar bij Lieke. Dit is voor 4 en 5 nog. Heel goed. Kijk, een hele goede zoeken. Maar dan ben je te oud, dan mag je niet meer meedoen, hè. Nou gaan we zo met die eerst zoeken, dan gaan we tikken. Het tikken gebeurt dus na het zoeken, dus laat je tik-ei nog even bij je vader, je moeder, bij je opa of je oma. Want dan kunnen we die zo meteen ophalen, dan blijft hij nog zo lang heel. En dan gaan we straks het tikken uitleggen en dan gaan we nu eerst zoeken. Zijn jullie een beetje klaar voor? Dan beginnen we met z'n allen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En we gaan zoeken! En dan heb ik het dit jaar nu gezegd, maar papa en mama en opa en oma mogen nog even op de kant blijven. Ja, dat dacht ik al, met een R of met een S achteraan. Schipper of schippers? Schipper. Nou, mag je naar die meer kijken? Mag je het ei omhoog houden wat je hebt gevonden? Goed zo. Ja,
Dat is helemaal niet. Maar je mag goed nee, maar ik heb het niet. En dan het eier zoeken. En dan is het eerste zilveren ei gevonden door Indy Ekkelbom. Ja, hier. Kom maar weer. De prijsjes al aan. En het tweede ei is gevonden door Guus Knol. Ja. En het derde ei zwemt stokval. En dan gaan we veld van de 6 en 7-jarigen. En dan het eerste ei gevonden door Joris Snippert. En het tweede ei door Juliet Schipper. En het derde ei gevonden door Justin Visser. Ei van 20 keer getikt heeft hij, maar het 21ste keer is het ei toch kapot gegaan. Niek, was Niek. Ik heb het goed gedaan, man. Goed, ei was mee, net als de rest. Goed gedaan. En dan moeten we het wiepje gewonnen. Het beste ei is gewonnen door Romé van Veen. En het beste ei van de 6 en 7-jarigen, het tik-ei daar, was het sterkste. En nou wordt het al zonnig op deze eerste mooie paasdag. En dan bedank ik jullie allemaal dat jullie hier zijn. Ik vond jullie allemaal heel goed. En voor iedereen is bij het verlaten van de bleek, bij het hek, een paashaas. Ei, dan kun je een ei ophalen bij de paashaas. En dan wens ik jullie allemaal heel veel plezier en een hele fijne paasweekend. Oh, yeah, okay.